In naam van de Vader, de Zoon en de Heilige Geest. Amen. In Christus beminden. Vorige keer spraken wij over de zuiverheid. De zuiverheid welke volgens de bergpredikatie van onze heiland nodig is om God te kunnen zien in de hemel. Vandaag willen wij spreken over de deugd van de gehoorzaamheid. Geheel de volmaaktheid, zegt Sint Alfonsus, bestaat in de gelijkvormigheid van onze wil met de wil van God. De vraag is natuurlijk, wat is de wil van God? En hoe kunnen wij die heilige wil van God het zekerste herkennen? Het antwoord is duidelijk. Dat is door de wil van onze legitieme oversten te volgen. De heilige Vincentius zegt, nooit wordt de wil van God volmaakter herkend en vervuld dan wanneer wij kunnen gehoorzamen. Mijn dierbaren, de gehoorzaamheid wordt vaak veracht, maar zij is wel verdienstelijk. Het grootste offer dat een ziel aan God kan brengen, bestaat namelijk in de gehoorzaamheid. Voor een mens is er niets kostbaarders, dierbaarders, dan de eigen vrije wil. Daarom zegt de Heilige Schrift, gehoorzaamheid is beter dan offers. Wie God zijn vermogen schenkt, door zijn goederen uit te delen aan de armen, schenkt God slechts een deeltje van zichzelf. Hij die God zijn eer offert door vernederingen geduldig te dragen, schenkt slechts een deeltje van zichzelf. De persoon echter, die aan God zijn vrije wil offert, verlaat zichzelf en schenkt zich geheel aan God. Deze persoon kan uitroepen, Heer, na mijn wil aan u geschonken te hebben, blijft er mij niets meer over dat ik u nog kan schenken. Ik ben reeds geheel de uwe. Ja, volgens de heilige Caputo is de gehoorzaamheid gelijk aan de marteldood. Men geeft immers zijn eigen leven aan God. De grote heilige Augustinus wijst ons erop dat omdat onze stamvader Adam aan ons, zijn kinderen, de ongehoorzaamheid leerde en zo ons in het verderf stortte, de nieuwe stamvader, Christus, ook mens werd, niet alleen om ons te verlossen, maar ons ook opnieuw de gehoorzaamheid bij te brengen. Hij kwam onder ons om ons als voorbeeld van gehoorzaamheid te dienen. Gehoorzaamheid die zo ver ging dat hij de kruisdood op zich nam. En daarom kwam Christus ook als kind op aarde, overigens, om als voorbeeld te dienen voor elk levensstadium. Christus wil echter dat wij deze opoffering van de eigen wil voltrekken in gehoorzaamheid tegenover andere mensen, die op het eerste zicht in niets tegenover ons verschillen. God wil dat wij niet enkel maar tegenover God gehoorzaam zijn, maar ook tegenover mensen. Een mooi voorbeeld is daarvan de heilige Paulus. Bij zijn bekering voor de poort van Damascus sprak Jezus tot hem, ga naar Ananias. Waarom? Om zo Gods wil te leren kennen, via een mens. Christus had voor de poort van Damascus zeker ook Paulus direct zijn wil kunnen laten kennen. Maar Jezus deed het niet. Hij sprak, Paulus, ga naar de stad en daar zal men u door een mens zeggen wat gij moet doen, wat ik van u verlang. Sint Alfonsus merkt hieromtrent ook op dat men steeds zekerder is Gods wil te vervullen
door aan een zichtbare menselijke overste te gehoorzamen, dan dat Christus zijn wil zou openbaren, bijvoorbeeld door een verschijning. Dat mag raar klinken, maar het is zo. Waarom? Omdat wij bij een verschijning, zonder kerkelijke goedkeuring, er niet zomaar kunnen van uitgaan dat deze verschijning, deze openbaring, automatisch van de hemel komt. Dat is niet altijd zo. Ook de duivel kan soms als een engel van het licht verschijnen. En net die goedwillige zielen, die vrome zielen bedriegen en eventueel tegen hun oversten laten ingaan. De duivel wil deze zielen doen denken dat zij uitverkoren zijn en het beter weten dan hun menselijke oversten. Dan komt de zonde van de hoogmoed. Over de menselijke oversten heeft Christus echter gezegd: wie u hoort, de oversten, hoort mij. Wie u veracht, veracht mij. De heilige Theresia zegt bij gevolg dat wanneer wij een goed werk verrichten, maar dat werk tegen de wil van de overste ingaat, tegen de wil van onze ouders, onze werkgevers, onze priesters, dat dit in zich goede werk een zondig werk wordt, een verderfelijk werk. Het zal ons geen verdiensten brengen voor de hemel, maar wel voor het vagevuur. Onze lieve vrouw openbaarde aan de heilige Birgitta dat de persoon die uit gehoorzaamheid een goed werk nalaat, toch de verdiensten van het goede werk verkrijgt, plus de verdiensten van de gehoorzaamheid. En daaruit concludeert de heilige Theresia van Avila dat het zowel voor de leken, maar ook voor de geestelijkheid, de gehoorzaamheid de kortste weg is naar de heiligheid. De heilige Paulus heeft echter betreffende de verdienstelijkheid en de maat van de verdienstelijkheid van de gehoorzaamheid nog een belangrijke opmerking. Hij zegt: gehoorzaam niet voor het oog van de mensen. Gehoorzaam niet uit vrees, maar als een dienaar van Christus uit liefde tot God. Wordt ons dus iets bevolen, mijn dierbaren, moeten wij het niet doen omwille van die overste of uit vrees, maar wel uit liefde tot God die door de overste spreekt. En daarom zegt Sint Bernardus: of God u zelf direct iets beveelt, of God door een mens, gehoorzaam steeds prompt en stipt. Vervolgens begint de heilige Alphonsus in diverse hoofdstukken te spreken over de gehoorzaamheid aan verschillende personen. Stippen wij de belangrijkste punten aan. Allereerst dienen wij gehoorzaam te zijn aan onze ouders. We moeten ouders eigenlijk in alles gehoorzamen, ook als volwassenen, zeker zolang men onder hun dak leeft. We moeten ouders dank en respect betuigen, dat geuit wordt door gehoorzaamheid. Natuurlijk dienen wij niet te gehoorzamen in alles wat zondig is. Men kan geen bevel gehoorzamen dat zondig is. Ook niet als de familie er beter zou van worden of van een kwaad gespaard blijven. Men mag bijvoorbeeld niet samen in de familie een bedrog voltrekken of iemand anders uit de familie gezamenlijk beschuldigen om zelf de straf te ontlopen. Verder moet men ook niet gehoorzamen in de keuze van een geestelijke staat, het priesterschap of de religieuze staat, indien de ouders niet akkoord zijn. Men moet God meer gehoorzamen dan de mensen. Betreffende de gehoorzaamheid aan onze werkgevers dienen we steeds het voorbeeld van Jezus tegenover zijn werkgever, Sint Jozef, te bemediteren. We moeten ook inzien dat wij het algemene welzijn moeten dienen en niet ons persoonlijk welzijn. Christus was ook geen carrièreman.
Hij verklaarde niet gekomen te zijn om gediend te worden, maar om anderen te dienen. Sint Alfonsus maand ons ook zonder tegenspraak dat te volbrengen wat onze werkgever ons opdraagt. En gaan we niet mee met anderen in een geest van kritiek? Zeker niet tot aanstoking, tot sociale onrust. Oefenen wij veel meer loyaliteit? Verdoen wij onze tijd op de werkvloer niet, maar onderscheiden wij ons veel meer in vlijt en devotie? U weet het zeker, in de Romeinse christenvervolgingen trachten vele heidense grondbezitters hun christelijke slaven van de marteldood te redden, omdat zij net de getrouwste, de vlijtigste, de eerlijkste dienaren waren. Trachten wij mijn dierbaren, bijzonder in de huidige tijd, waar de katholieke kerk, het katholiek geloof beschimd wordt, ons op de werkvloer als goede en getrouwe knechten te tonen. Als ware katholieken, zodat de huidige heidenen uiteindelijk ook onze hemelse Vader gaan prijzen, omwille van ons goed gedrag. Na onze ouders, na onze werkgevers, dienen wij ook onze biechtvaders of de priester in het algemeen te gehoorzamen in het bereik waar hij verantwoordelijk is. En dit is soms zoek in een tijdperk waar de geest meer en meer protestants wordt, ook in de katholieke kerk. Soms nemen ook traditionele gelovigen onopgemerkt deze houding innerlijk aan, door de crisis in de kerk, door een wantrouwen tegenover de autoriteit. Men wil maar weinig van de geestelijke autoriteit van de priester aannemen. En de gedachte van te moeten gehoorzamen aan de priester is ons ver, wordt zelfs niet meer serieus genomen. En zorgen we ervoor, mijn dierbaren, dat er niet een geest van onafhankelijkheid in onze ziel groeit. Bovendien, zo zegt de heilige Alfonsus, alle geestelijke leraars trouwens ook, dat voor de zielen die vooruitgang willen boeken in het geestelijk leven, dat zij noodzakelijkerwijze een zielenbestuurder moeten hebben, aan wie zij kunnen gehoorzamen. Een zielenbestuurder is een priester die in de ziel van de ijverigen bijvoorbeeld bepaalde voornemens op een bepaald rustig niveau brengt, onberaden ijver matigt, maar anderzijds ook traagheid ontdekt in andere gebieden. In het geestelijk leven kunnen bijvoorbeeld velen denken dat de heiligheid bestaat in het vele bidden, maar tegelijkertijd vergeten zij hun onbehebbelijkheden te bestrijden. Hun biechtvader zal hen daaraan herinneren en bepaalde middelen aanreiken die zij dienen te gebruiken. Anderen denken misschien dat de heiligheid bestaat in bepaalde boetewerken, maar daardoor wordt misschien hun gezondheid geschadigd of hun naasten worden bijvoorbeeld benadeeld. De biechtvader zal hen daar ter orde roepen. Heiligheid bestaat in de vervulling niet van de eigen wil, van de eigen ideeën, maar van Gods wil, die gewetensvol de Gods plaatsvervangers moet geopenbaard worden. De heilige Theresia van Avila zegt: wij moeten onze biechtvader over ons en onze voornemens laten oordelen om zo tot de kennis van Gods wil te komen. Dat is het plan die door God is gekozen. De heilige Alfonsus brengt ons daarom het vergelijk met de profeet Samuel. Toen het Joodse volk een koning wilde, dus eigenlijk deed alsof Yahweh's leiding niet genoeg was, sprak God tot zijn priester Samuel: niet mij, niet u hebben zij verworpen, maar mij. Wie dus de biechtvader minacht en hem niet wil gehoorzamen, versmaadt God zelf, wiens plaats de biechtvader in nederigheid moet innemen, tot welzijn van de zielen. De heilige Paulus heeft overigens in zijn brief aan de Hebreeën meerdere plaatsen gewijd aan onze houding tegenover
onze zielenbestuurders. Hij zegt bijvoorbeeld: wee het schip dat zonder stuurman is. Wee de zieke zonder dokter. Wee de enkeling. De christen beminden, tenslotte, beseffen wij het goed dat onze heiland onder ons is komen wonen, niet enkel maar om ons te verlossen, maar ook om Adams ongehoorzaamheid weg te nemen en ons de gehoorzaamheid bij te brengen. Heel zijn leven lang, niet enkel op het kruis, maar heel zijn leven lang heeft hij blijk gegeven betreffende de deugd van de gehoorzaamheid. En controleren wij onszelf ook betreffende deze deugd? En vragen wij aan de nederige dienstmaagd Gods, ons lieve vrouw, en ook aan de heilige Jozef, dat wij deze deugd mogen beoefenen om God welgevallig te zijn en vooruitgang te maken betreffende ons geestelijk leven. Amen. In naam van de Vader, de Zoon, de Heilige Geest. Amen.